Een trein kan niet eventjes om een andere trein heen, zoals een auto kan inhalen op de snelweg. Om veilig te reizen met de trein is het blokstelsel ontwikkeld. In deze video leg ik uit hoe dat werkt na de intro. Het blokstelsel of blokbeveiliging wordt op bijna alle spoorwegen en metro's ter wereld toegepast. Dit is nodig vanwege de hoge snelheden en vaak lange remwegen van treinen en metro's. Het idee achter het blokstelsel is eenvoudig. Je verdeelt een spoor in stukjes en elk stukje mag maar één trein bevatten. Er zijn spoorwegen zonder blokbeveiliging. Als je één trein op een geïsoleerde enkelbaan spoorweg hebt rijden, dan is het niet echt nodig. Ook kan het zijn dat er op een traject passeermogelijkheden zijn, bijvoorbeeld bij een station. Dan kun je de afspraak maken dat een trein wacht op de trein uit de andere richting voordat deze verder rijdt. En er zijn nog wat andere, veelal ouderwetse manieren om veiligheid te garanderen. Nieuwe technologie en hogere snelheden bewegen de spoorwereld zelfs naar zogenaamde zwevende blokken. Maar hier vertel ik meer over verderop in de video. Want hoe werkt dat blokstelsel nou? In het begin van de spoorwegen bepaalden schriftelijke of mondeling afspraken de treinenloop, afhankelijk van de tijd. Het waren dan ook de spoorwegen die verantwoordelijk zijn voor de standaardisering van de tijd. Zulke afspraken waren alleen kwetsbaar voor onverwachte gebeurtenissen. Dit bleek dus inefficiënt, onveilig en onhoudbaar met het toenemende treinverkeer. Zo werd het blokstelsel ontwikkeld in de loop van de 19e eeuw. Om het uit te leggen gebruik ik een eenvoudige weergave van de werkelijkheid op een vrije baan waar blokbeveiliging wordt toegepast. Dit is een spoorweg zonder wissels, bijvoorbeeld tussen twee stations. Deze vrije baan verdeel je op in blokken van een bepaalde lengte. Per blok mag er maar één trein rijden. Dit blok is dan bezet. Rijdt er geen trein in dit blok, ook niet deels, dan is het blok vrij. Seinen geven vooraf de status van een blok aan. Zie ook mijn video over het Nederlandse seinstelsel. De techniek om te bepalen of een blok vrij of bezet is, heeft zich ook met de jaren ontwikkeld. Een belangrijke ontwikkeling was de mechanische of klassieke beveiliging, die het mogelijk maakte om meer treinen te laten rijden. Sein- en wisselwachters maakten dan gebruik van het zogenaamde bloktoestel in hun seinhuis. En telegraaf- en telefoniesystemen maakten het mogelijk seinhuizen te informeren over onverwachte gebeurtenissen. Het bloktoestel maakte onveilige handelingen in principe onmogelijk, maar het systeem was nog wel afhankelijk van menselijk handelen. Hoe deze klassieke beveiliging in detail werkte, is een video op zichzelf waard. Of zie de bronnen in de beschrijving. Met een automatisch blokstelsel wordt er gebruik gemaakt van elektromechanica om te detecteren of een trein zich in een blok bevindt. In Nederland wordt nog gebruik gemaakt van elektromechanische blokstelselsystemen met relais, wisselstellers en natuurlijk koperen bekabeling. De precieze werking van deze elektromechanische systemen is iets voor een andere video. Maar het komt erop neer dat een trein wordt gedetecteerd bij het inrijden en het uitrijden van een blok. Zo kan het systeem bepalen of een blok niet alleen bezet is, maar ook of een trein deze geheel verlaten heeft. De rijrichting maakt een belangrijk verschil bij automatische blokstelsels. In Nederland rijden we normaliter rechts op het spoor, net als op de weg. Als er geen linkerspoorbeveiliging is, dan is links rijden nauwelijks mogelijk. Bijvoorbeeld omdat beveiligde overwegen treinen niet kunnen detecteren vanuit die richting en dan niet functioneren. Ook staan seinen dan simpelweg verkeerd om en werken dus niet. In Nederland zijn veel trajecten met beveiligd linkerspoor of met dubbel enkel spoorbeveiliging. Hier is links rijden wel mogelijk. Doordat dit automatische blokstelsel geen mensenhanden ter plekke nodig heeft, zijn klassieke sein- en wisselwachters dus niet meer nodig. Dit maakte het mogelijk dat men via 12 verkeersleidingsposten overzicht houdt op het hele Nederlandse spoornetwerk. Onder andere treindienstleiders houden daar een oogje in het zeil en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. Ook lossen zij eventuele problemen op bij vertragingen, uitval of schade aan routes.
voordat ik illustreer hoe een zwevend blokstelsel werkt, als je meer van dit soort uitlegvideo's wil zien, abonneer je dan. En als je mijn werk verder wilt steunen, kijk dan eens in mijn webshop waar ik onder andere spoor- en wegenkaarten verkoop. Zie spdb.shop. Met de komst van micro-elektronica en nieuwe communicatiemiddelen is er veel meer mogelijk geworden. Mettertijd wordt het Nederlandse blokstelsel gemoderniseerd. Maar relais spelen nu nog een belangrijke rol, ook al is deze techniek op zijn retour. De HSL Zuid en de Betuwe-route zijn trajecten met moderne elektronische blokbeveiliging. Hierdoor is het wel mogelijk om links te rijden, bijvoorbeeld bij het verhelpen van een storing. Met de komst van nieuwe treinbeïnvloedings- en besturingssystemen, zoals het Europese ERTMS, worden seinen langs het spoor zo langzamerhand overbodig. Daarentegen maken machinisten gebruik van een cabinesein. De machinist ziet en hoort in de cabine de seinbeelden via zijn DMI, Driver Machine Interface. Hoge snelheidstreinen rijden sowieso te snel voor lichtseinen. En dit systeem maakt het ook voor niet-HSL-treinen mogelijk om sneller te rijden. Blokken liggen nog vast bij ERTMS niveaus 1 en 2, aangegeven met kleine bordjes. ERTMS niveau 3 maakt zwevende blokken mogelijk. Deze zwevende of glijdende blokken rijden als het ware met de treinen mee, met in achtname van de remweg, lengte van de trein en veilige marges. De treinen houden zelf bij welk deel van een spoor ze bezet houden en communiceren dit. Een spoorweg hoeft niet meer vooraf in blokken verdeeld te worden. Dit verhoogt de mogelijke capaciteit en flexibiliteit van een spoorweg nog verder. Op Nederlandse trajecten met ERTMS worden nog geen zwevende blokken toegepast. Zie ook deze video van machinist Stefan die via de HSL Zuid rijdt. Op dit stuk tussen Rotterdam en Hoofddorp staan geen seinen langs de baan, maar hangen wel blokbordjes. De uitrol van ERTMS op het drukke Nederlands spoornetwerk gaat nog jaren in beslag nemen. Hoe het systeem precies werkt is vrij complex en ook iets voor een andere video. Als je meer gedetailleerde informatie wilt over wat ik in deze video verteld heb, zie dan de beschrijving met daarin links naar alle gebruikte bronnen. Bedankt aan iedereen die zijn medewerking aan deze video heeft verleend. Met name aan David Eertmans en machinist Stefan, wiens kanaal je kan vinden in de beschrijving. Abonneer je voor meer en bedankt voor het kijken. Laat ik hopen dat deze opname goed is en dat er niet heel veel achtergrondgeluid is. Ha! Of storing op de lijn.